iedereen en leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Bokado. Ik ben natuurlijk Bo en vandaag heb ik voor jullie weer eens een vlog. En natuurlijk niet zomaar een vlog, want ik ben in San Francisco. Super tof, het is nu de tweede dag. We zijn gisteren dus aangekomen, maar toen was ik heel erg moe en we hebben niet mega veel gedaan. We zijn wel naar zo'n punt geweest, dat heette Twin Peaks. En daar had je super mooi uitzicht, dat zag je dus in het begin net. En vandaag is eigenlijk de eerste hele volle dag en het is nu heel erg vroeg. Nou, dat valt eigenlijk wel mee, het is 8 uur, maar toen ik wakker werd was het 6 uur of 5:30, echt heel vroeg. Maar dat komt natuurlijk door de jetlag. Maar goed, heb je nou nu al zin in deze vlog? Doe dan alvast even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu ook door op het abonneerknopje te drukken hier beneden. En dan neem ik jullie vandaag lekker mee in deze vlog naar San Francisco. En nu ga ik roomservice bestellen, want ik heb echt mega veel honger. Dus ik hoop dat dat een beetje chill is. Dit is trouwens het uitzicht. Super mooi. Dit is het hotel, dus wat je hier aan de zijkant ziet. En je hebt hier gewoon, ja, super tof uitzicht. Je kan de stad zelf, de San Francisco, vanaf hier niet echt zien. Want we zitten er namelijk iets verder van af. Maar je ziet wel super mooie bergen. En ja, een zwembad dus. En dit is de hotelkamer. Super prima. Helemaal leuk. Helemaal top. Niks mis mee. En ik zit trouwens ook nog gewoon lekker in mijn pyjama. Maar goed, je denkt nu misschien van, Bo, waarom ben je in San Francisco? Ben je daar in je eentje? Ik ben hier zeker niet in mijn eentje. En ik ben hier ook niet zomaar. Want ik ben uitgenodigd door EA. En dat zijn de makers van The Sims bijvoorbeeld. En die hebben mij uitgenodigd om hier naar San Francisco te komen. Om naar het Sims Camp te gaan. En Sims Camp, dat is dus een evenement. En daarop kunnen we de eerste nieuwe Sims games uitproberen. Dus dat is The Sims die voor PlayStation en Xbox komt. The Sims Mobile, dus dat is de mobiele versie van de Sims. En de Sims 4 honden en katten. Yay, daar heb ik echt mee zin in. Daar kom ik gewoon hiervoor naar San Francisco. En ik mag ook al wat beelden en zo opnemen. Dus dat is super tof. En dat komt trouwens allemaal online op mijn Sims kanaal. Ik heb dus ook een Sims kanaal als je dat nog niet wist. Het linkje daarvan staat in de beschrijving. Het heet Pocono Sims. En daarop plaats ik dus, ja, Sims video's uiteraard. Maar goed, Sims Camp, dat is pas morgen. En vandaag kunnen we dus de hele dag gewoon doen wat we willen. En we gaan dus naar San Francisco, de stad in. Wat we daar gaan doen, ik heb nog geen idee. Top, ik ga nu mijn roomservice bestellen, want ik sterf van de honger. Nou, de roomservice is gearriveerd, maar ik had zoveel honger dat ik alles al op heb gegeten. Dus ja. Of nou ja, ik heb nog wat fruit. Dat heb ik nog. En sinaasappelsap en lekker thee. En dat heb ik eigenlijk ook wel op. En hier is wat toast met ei en ja. Oh, en ik heb ook net deze foto gemaakt trouwens. Op Instagram staat die. Maar goed, ik heb dus gegeten en ik moet me zo even gaan klaarmaken. Want anders ben ik weer te laat en ben ik weer als laatste beneden. Dat ben ik waarschijnlijk toch wel, maar oké. En dan gaan we naar San Francisco. Ik heb echt nog geen idee wat ik wil gaan doen. Er zijn zoveel dingen, maar ja, weet je, ik zie het wel. Ik zie het gewoon wel. Oké, nou, ik ben onderweg en ik zit in de lift. Nou, ik sta in de lift. En het licht is hier heel erg lelijk. Heel fijn, maar we hadden 10 uur beneden afgesproken. Het is nu 9:55, maar voor mijn doen is dat dus ruim op tijd. Dus ik vind dat ik het goed heb gedaan. Jezus, het licht is echt heel erg. Oh, zo is wel mooi. Oké, nee, laat maar. Is het. Maar we zijn dus bij de Golden Gate Bridge en dat is zeg maar het kenmerk van San Francisco. En je ziet hem daar, dit is wel echt een heel mooi uitzichtpunt, want je kan hier ook heel de stad zien. En daar is Alcatraz, dat is een gevangenis. En hier heb je een, ja, een haven, zoiets. Oké, we gaan nu blijkbaar een berg oplopen en je hoort waarschijnlijk echt de ballen hier, maar oké. Trouwens, ik ben niet alleen, ik ben hier met Pieter. Ja, en hij is van het kanaal Dutch Sims Formaster. Dat zijn Sims video's en daar houden we allemaal van. En dit is Gio. En die kennen jullie allemaal vast niet. Nee. Maar goed, we gaan een berg oplopen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Nee. Maar is lekker in de start. We zijn nu op een nieuwe locatie. En ik zal het even laten zien. Kijk, het zijn dus deze zigzagstraatjes. Of nou, het is één straat. Maar dit is dus helemaal, ja, dat zigzag. Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Zou je durven rijden? Nee, nee, hè? Mijn auto zou gewoon lijken naar de tering zijn. Ja, maar het is wel schattig. Ja, alleen niet zo prettig om te rijden. Kijk hem gaan dan.
Ziek hoor. Lijkt me wel echt rot als je hier woont. Op zich is het leuk, weet je wel. Het ziet er heel leuk uit. Maar er zijn hier alleen maar toeristen en het zie je alleen maar chaos. En nou, het lijkt me echt niet chill om hier te wonen. Maar dit trouwens, dit is ook mooi. Dat vind ik al zo leuk aan Amerika. Ze hebben van die steden en dan de straat loopt gewoon helemaal rechtdoor. Dan kan je super ver kijken. Kijk ook even hoe schattig deze huisjes zijn. Je hebt heel veel van die soort, ja, Victoriaanse huizen. Dat is ook wel leuk. Dit is ook wel stijl hoor. En die auto's die rijden hier gewoon allemaal bovenop, maar... Stel je auto's niet zo goed, dan kom je hier echt niet meer bovenop. Ja, nu lijkt het volgens wel mee eigenlijk, maar in het echt is het zo'n stijl. Nou, we zijn helemaal heel ver omhoog gelopen, dus ik ben moe. Wat ik ook niet snap, op het weer staat dat het hier dus 20 graden is, maar het voelt serieus als 30 graden. Het is zo heet. Maar goed, het is wel heel leuk. Het is heel mooi hier. En ze hebben vooral heel veel mooie huizen. Allemaal een beetje een soort Victoriaanse stijl, zeg maar. Het is echt super mooi. Een ronde roltrap. Ik heb dit nog nooit gezien. Laten we weten of jullie dit ooit wel eens hebben gezien. Het ziet er wel echt super top uit hier. We zijn trouwens in een winkelcentrum. Kijk hoe hoog het hier ook is. Super hoog. Ziet er wel echt mooi uit. We zitten dus nu op een cable car en dat ziet er zo uit. Een soort trammetje. Je kan daar ook buiten staan. En zitten we hier gezellig met z'n allen. Leuk hè? Deze dingen, een ritje kost $7. En je hebt er geen fuck aan. Nee, nou precies dat dus. Het is oké. We zijn nu wel op een leuke locatie, maar dat is dan ook het enige voordeel. Het was eigenlijk gewoon niet zo leuk. We zijn nu in Fisherman's Wharf en dat is aan het water. En het is hier zo leuk. Het lijkt een beetje op Disneyland op een of andere manier. Hier waren we gisteren dus ook. Hier hebben we gisteren gegeten. En nu gaan we blijkbaar een winkel in. Maar dit is echt een super leuke plek om heen te gaan. En Gio die spaart de shotglaasjes. De taal geen alcoholist. Nee, helemaal niet. Kijk, we zaten dus net in zo'n karretje, zeg maar. Dit is dus een cable car. Dat is heel populair hier. Dit zijn trouwens letterlijk kerstballen. Dat hebben ze hier blijkbaar nu al. Mega veel magneten, sokken, AK gewoon echt toeristen. Oh, koala sokken. Oh my god. Ik vind koala's heel leuk. Oh, en uilen trouwens ook. Niet dat ik ze ga kopen, maar ziet er wel leuk uit. Oh, kijk, ik heb mijn hond gevonden op deze sokken. Dit is mijn hond. Ik heb een Engelse bulldog. Het is natuurlijk niet mijn hond die op deze sok staat, maar wel dat ras, zeg maar. Wat leuk. En ook hier in San Francisco fidget spinners. Is dat nog in? Gebruiken mensen nog een fidget spinner? Laat me weten als jij dat nog doet. Ik in ieder geval niet meer. Nou, ik heb het nooit echt gebruikt, maar oké. Look where I am. Op bed. Ik heb echt zieke zonlicht hier recht in mijn kamer. Maar goed, zijn ze op het hotel. Het is nu 7:15. En ik heb nog niet gegeten. Ik denk dat ik straks gewoon even roomservice ga doen, want ik ben lui. En dan moet ik nog maar even gaan kijken wat ik vanavond ga doen. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Maar voor nu lig ik eigenlijk wel even prima. Of nou ja, ik lig nu helemaal niet prima. Maar ik heb wel even zin om lekker op bed te liggen. Maar ik moet ook nog kijken wat ik natuurlijk wil eten. Oh, er is niet heel veel keuze. Oh ja, er is wel veel keuze. Nou, dit allemaal kan je bestellen. Dit zijn voorgerechten, broodjes, soep, hoofdgerechten, pizza, pasta. Nou, allemaal heel lekker. Nu weet ik alleen niet waar ik trek in heb. Ik heb echt geen idee wat ik wil eten. Wat ik wel echt gek vind, is dat ze $4.50 aan verzendkosten erbij vragen. Wow, zieke zon hier in het beeld. Maar even serieus, $4.50? Verzendkosten voor roomservice. Het komt gewoon letterlijk alleen van beneden uit de keuken naar boven met de lift. En daar vragen ze $4.50 voor. Als je gewoon pizza bestelt ergens 3 kilometer verderop, dan is het nog goedkoper. Of zelfs gratis verzendkosten. Maar nee, hier betaal je gewoon $4.50 verzendkosten. Ook al moet het alleen naar boven komen. Top. Oké, ik ga even chillen, want daar heb ik echt zin in. En see you later, alligator. Nou, het is inmiddels donker. En mijn eten is gearriveerd. Ik heb pizza besteld. Ja, dat is hem. En dit was $18. Maar hij is wel lekker, dus ja. Maar goed, ik zit hier een beetje op bed. Ik heb trouwens net het nieuwe seizoen van American Horror Story gekeken. Dat is een serie, misschien ken je het wel. En er is dus nu een nieuw seizoen uit. En die heet Cult. En dat heb ik net gezien. En het was heel creepy. Maar ook wel weer leuk of zo. Ik heb dat altijd bij American Horror Story.
misschien als je het kijkt weet je wat ik bedoel. Het is heel creepy en naar, maar aan de ene kant ook heel leuk of zo. Dus ja, dat heb ik net zitten kijken. En nu ik heel het op bed lig, heb ik wel echt even zo'n moment dat ik echt een beetje inkak. En dat is niet de bedoeling, want ik wil misschien vanavond nog iets gaan doen. Maar ja, ik kijk wel. Ik ga eerst even eten, want ik heb mega veel honger. Oké, het is avond. Ik ben moe. Maar we gaan naar de Twin Peaks. En dat is wat je in het begin van deze vlog ook zag. Daar heb je heel mooi uitzicht. En het is nu avond. Dus wie weet is het ook heel mooi. Misschien ook helemaal niet. Maar ik denk het wel. Hebben jullie nog een beetje energie? Nee, het is ver te zoeken. Ja, hè? Same. Kijk hoe mooi we zijn er. De Twin Peaks. En dit is dus gewoon een uitkijkpunt eigenlijk. En ja, het is hier wel heel erg mooi. Maar ook heel erg koud. Wow, you wanna do it again? Do it again sometime. Whoa, can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime?